Met het huidige weer lijkt het overbodig, maar de gemeente Mol wil op alles voorbereid zijn, ook op winterweer. Daarom zijn 3 nieuwe gespecialiseerde sneeuwruimers ingehuurd om de vrijliggende fietspaden sneeuwvrij te maken. Wij stelden vast dat we in het verleden eigenlijk niet gepast uitgerust waren om fietspaden, vrijliggende fietspaden, zelf te reinigen van sneeuw. En we stelden eigenlijk vast dat er heel wat aanbod was op de markt. Mensen, aannemers die dat dus wilden doen met passend materieel. En wij hebben besloten om dat werk uit te besteden. Bij winterweer moet kort op de bal kunnen worden gespeeld. Ook daar is over nagedacht. De gemeente huurt de toestellen van een aannemer, maar de machines blijven gestockeerd bij de gemeentelijke werkplaatsen. Als het begint te sneeuwen, kan er dus snel gereageerd worden. De machines blijven hier wel staan, ze worden hier gestald. En wij krijgen de garantie van de aannemer dat hij binnen het uur hier zijn personeel aan het werk kan zetten. En binnen de 4 uur een route van 72 kilometer verspreid over de gemeente Mol aan fietspaden kan ruimen. De toestellen maken zowel gebruik van een bezem als van een pekelstrooier om snel te kunnen werken. Maar zolang het weer zacht genoeg blijft, zullen de wagens dus nog in de garage blijven. De winter is gelukkig ook zacht geweest, maar we gaan ervan uit dat er bij deze resterende maanden van de winter mogelijk nog een kans is dat deze toestellen toch eens kunnen uitrukken in geval van een kleine sneeuwbeurt bij wijze van test, om eigenlijk tegen volgende winter, de winter van 2014-2015, volledig klaar en operatief te zijn. Maar voorlopig lijkt er nog geen sneeuw in zicht.